En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft volgens minister Ildis Polak-Bigli een zeer dynamisch jaar achter de rug. De bewindsvrouw zegt dat er onder andere met een aantal landen visumafschaffingsovereenkomsten is getekend. Hierdoor hebben we gemerkt dat er veel interesse is in onze buitenlandse politiekvoering, zegt de bewindsvrouw. Al met al kan ik aangeven dat er dus geen sprake is van isolatie van ons land. Integendeel hebben we bij een aantal landen nieuwe ambassadeurs geaccrediteerd, benadrukt de minister. Geopolitiek hebben we ons sterk gemaakt voor de regionale integratie, Zuid-Zuid samenwerking. Omdat je eerst met je buren eigenlijk een hele goede relatie moet hebben voordat je verder gaat. Maar tegelijkertijd in Zuid-Zuid relaties, waarbij we met name het Afrikaans continent hebben aangehaald en het Aziatisch continent, is het belangrijk te benadrukken dat wij het wiel niet opnieuw van uit te vinden. Maar dat we het samen kunnen doen en met Zuid-Zuid relaties opbouwen, die dat eigenlijk beter uit de verf doet komen. Verder hebben we op BUSA in ieder geval een projectie voor dit jaar. En de projectie houdt met name in dat we ons moeten gaan richten op de dynamiek van die internationale gemeenschap. Waarbij we kijken vooral naar de nieuwe gebieden en sectoren. Ik denk bij deze aan Blue Economy, waarbij de diplomatie rond het gebruik van de oceaan. En Suriname heeft zich al een paar jaren geleden daarop voorbereid. Toen wij ons zeegebied hebben uitgebreid, is het nu de tijd dat we concreet daar invulling aan gaan geven. Polak-Bigli geeft verder aan dat haar ministerie dit jaar ook een belangrijke rol zal vervullen tijdens de komende verkiezingen. Het ministerie zal er namelijk op toezien dat de observers of waarnemers die op dat moment in ons land zijn, zich houden aan de geldende internationale principes. Verder is het belangrijk te benadrukken dat wij een rol te vervullen hebben in de verkiezingen als het gaat om observers. Dus moeten wij erop toezien dat we hier observers hebben die zich ook met name houden aan geldende internationale principes. En wij zullen dat dus samen ter hand nemen met de internationale, met de lokale autoriteiten als het gaat om de organisatie van de verkiezingen. Het wordt, ik denk, weer een bijzonder goed jaar. We hebben veel overeenkomsten getekend vorig jaar waaraan we invulling moeten geven. Is het met China, is het met India, is het met Cuba, is het met Venezuela, is het met noem maar een land. We hebben veel ondernomen en het is de tijd van implementatie, zodat de vruchten geplukt kunnen worden. Want als we over bussen praten, praten we over bruggen bouwen. En als we bruggen bouwen, dat betekent dat er verkeer moet zijn dat over die bruggen gaat. En dat zijn dan de vruchten. Minister van Buitenlandse Zaken Ildis Polak-Bigli. Ze heeft een terugblik geworpen op het afgelopen jaar en heeft ook aangegeven dat het ministerie een belangrijke rol zal vervullen tijdens de komende vrije en geheime verkiezingen. En wel op 25 mei aanstaande.